Tijd voor de actualiteit. Een reportage van Gouwestad. Hebt u er spijt van dat u hulp geboden hebt hier bij Punsley? Nee, daar heb ik geen spijt van. Maar ik moet wel zeggen dat nadat we er daadwerkelijk mee aan de slag gegaan zijn, er een lawine van activiteiten gevolgd is. En in eerste instantie vroegen mensen van, gaat u zich dan ook actief met het geheel bemoeien? En toen dacht ik, nou, het valt wel mee. Maar in de praktijk blijkt toch wel dat we er best wel veel mee bezig zijn. Maar ook omdat we het heel erg leuk vinden. Nou, dat is het allerbelangrijkste. En was het uw idee om een leuk nostalgisch winkeltje te starten? Dat was wel mijn droom. En toen ik de fabriek gezien had, dacht ik, hier moeten veel meer mensen van meegenieten. Wat jammer dat dit maar aan zo'n hele kleine groep voorbehouden is. En dit winkeltje is winkeltje, maar voornamelijk uitvalbasis voor rondleidingen door de fabriek. Waar we mensen dus goed kunnen ontvangen, maar waardoor ook gewoon een stuk logistiek uit de fabriek wordt weggehouden. Dus mensen komen hier, kunnen hier naar het toilet, een kopje koffie, koekjes kopen. En de daadwerkelijke gang door de fabriek, die kan op deze wijze plaatsvinden zonder dat personeel er erg veel last van heeft. Dus dat is ook een heel groot pluspunt van deze locatie. Hoe vaak bent u inmiddels al open geweest? Wij zijn officieel eind november open gegaan, omdat we de activiteit van Gouda bij Kaarslicht niet wilden missen. Dat was voor ons een beetje een overdonderende activiteit, want uiteindelijk hebben die dag 500 mensen onze fabriek bezocht. Maar dat heeft ons ook gelijk in de gelegenheid gesteld om alle kinderziektes eruit te halen. Dus wij hebben het gevoel dat we na deze vuurdoop wel opgewassen zijn tegen het komende seizoen. Ja, want in het voorjaar vindt er natuurlijk ook nog een heleboel activiteiten plaats hier in Gouda. Ja, dan moeten jullie natuurlijk ook van de partij zijn. Absoluut. En daarnaast begint het toeristenseizoen zo ongeveer, dacht ik, eind maart, medio april. En we zijn in overleg met de betrokken instanties hier in Gouda, zodat wij daar ook een deel van voor onze rekening kunnen nemen. U maakt één soort koekje. Blijft dat zo in de toekomst? Nee, nu we weer wat meer rust krijgen ook om tijd te besteden aan de productie en productontwikkeling. Nee, we komen met een volkoren Punsley, dus een officiële volkoren uitvoering en kinderkoekjes. En we zijn ook de eerste in Nederland die kinderkoekjes ook met een volkoren koekje gaan maken. Dus je hoort natuurlijk van veel ouders, hè, kinderen moeten gezonder eten. Dus wij beginnen met een kinderkoekje en die hebben natuurlijk ook stripfiguurtjes. Dus bakken Punsley, pim, pam. En Petje komt er ook nog aan. Ah. En dan hebben we dus ook op de koekjes een stripfiguurtje staan. Wat van onszelf is dan in dit geval. Maakt het, hebt u ze al eens een keertje gemaakt? Ja, we hebben. En hoe smaken ze? Ze lijken minder zoet. Ik vind het belangrijk, je mag wel zeggen, je moet bewuster en gezonder eten, maar het moet ook wel lekker blijven. Dus we hebben er echt naar gestreefd dat de volkoren lekker is. En in de test met de kinderen bleek dat van de 10 kinderen er 8 de volkoren kozen en nog maar 2 het traditionele koekje. Dus dat gaf wel in ieder geval moed om te zeggen, we gaan het proberen te introduceren. Oh, super. En daar blijft het dan bij? Nee, we willen ook voor de horeca. Dus dit is voor de supermarkten, de volkoren en de kinderen. En voor de horeca willen we ook toch het assortiment wat uitbreiden. En bij KLM, dat we daar ook per stuk verpakte volkoren doen en een chocoladeversie. Dus dat is eigenlijk een Punsley met cacaopoeder erin. Waardoor we ook weer kunnen zeggen, als je in het vliegtuig, de keuzemogelijkheden worden steeds groter. Ook aan boord van een vliegtuig, dat men kan kiezen van nou uit 3 in dit geval. En dat is wel leuk. Hebt u dat zelf uitgeprobeerd allemaal? Ja, we zijn al een poosje ermee bezig. Tussen het werk door heb ik natuurlijk wel steeds mensen laten proeven. En net als gevolg dat gisteren was ik bij ook een van onze afnemers, Dirk van den Broek. En die zei, nou, zo leuk, we gaan dat product proberen op te nemen. In ieder geval uit te testen of het verkocht gaat worden.